Wat een veerkracht weer hè, in dit team. Ja, ja, ongelooflijk. Ja, daar ligt het niet aan. Kijk, mensen hoeven zich echt geen zorgen te maken dat er bij deze gasten mensen met de pet naar gooien. Dat is gewoon niet. Alleen ja, we moeten op dit moment te veel goals maken om wedstrijden te winnen, omdat we gewoon te makkelijk goals tegenkrijgen. Ja, er was een beetje misverstand achterin volgens mij, hè, met Brandhorst en Van Rooij. Zag jij wat er gebeurde? Bedoel je de eerste of de tweede goal? Ja, eigenlijk allebei, maar vooral... Ja, ik weet niet, die tweede was volgens mij een kluts die spits nog net aanraakt en daardoor komt hij tegen Bart aan. En valt hij gewoon ongelukkig net ertussen. En die tweede wordt de bal voorgegeven. Ja, heel scherp. Was volgens mij best een goede bal. En ik stond daar achterin met Bartje. En ik denk dat we allebei eigenlijk niet op rekenen dat hij zo door zou schieten. En toen ja, viel hij precies bij die speler achterin. En ja, die eerste vooral kan ik mezelf wel kwalijk nemen, vind ik. Wat me wel opviel, ik heb er een eentje teruggezien. Dat we bij de tweede paal, ik denk dat Zian daarop doelt, met z'n tweeën tegen één zijn. Ah, die bal mag daar gewoon niet in. En... Ja, uiteindelijk als je kijkt naar de hele wedstrijd, dan zeker de tweede helft. Ik denk dat er maar één ploeg was die verdient om te winnen. Alleen dan moet je geen 3 goals tegen krijgen, want dan wordt het moeilijk. Ja, denk ik dat het sowieso gewoon zonde is dat je 3-3 speelt. En dat je eigenlijk, hoe we het de eerste helft doen, is het gewoon kut dat je weer zeg maar, terug moet knokken. En dat is wat we als team nog moeten verbeteren. Ja, goed, dan hebben we de rust ook wel aangegeven. We hadden wat dingetjes gezegd over restverdediging. Hè. Het is ook zo dat zij helemaal gevaarlijk waren, alleen ze hebben wel 2 goals gemaakt. En dan ga je vol goede moed die tweede helft beginnen. En de eerste, de beste aanval, dwars door het midden, die ligt er weer in. Ja, dan moet je wel weer achter die 2 goals aan. En gelukkig knok je daarin terug. Ja, en toen had ik wel het idee, want volgens mij was het nog een minuutje of 18 tot 20. Deze gaan we nog winnen. We hebben wel gigantisch veel kansen gehad, tweede helft. Ja, ik moet zeggen dat de 1-3 minder als mokerslag voelt op dat moment als de 2-0. Voor mij persoonlijk in ieder geval. Omdat we eigenlijk vanaf de... Voor mijn gevoel in ieder geval, vanaf dat we 2-0 achter staan, gaan we eigenlijk alleen maar beter spelen. En ja, je hebt het gevoel dat je eigenlijk sterker bent in de wedstrijd. Dat die 1-3 valt is natuurlijk zwaar kloten, maar wel gewoon vertrouwen gehouden in hetgeen waar we mee bezig waren. En ik denk dat je dat ook wel terugzag, dat we gewoon de dingen bleven doen waar we voor staan, zeg maar. Niet overhaast of chaotisch werden. En dat betaalt zich uit in 2 goals nog. Ja, was je toen nog bang dat NEC zich een beetje overliep? Want Eagles bleef ook voor de overwinning gaan. Ja, Eagles bleef vooral gaan voor de counter. Maar volgens mij hebben ze geen enkele kans meer gecreëerd. En we hebben met Feliconia nog 2. Met Tom van der Looy had er nog 1 vanuit een volley. Okita nog een schot. Ja, vorige week hebben we het over kansen gehad. Die hebben we vandaag wel gehad. En nogmaals, het euvel blijft dat we te veel moeten scoren om de wedstrijden te winnen. En dat ze te makkelijk achter erin gaan. Ja, dan neem je die penalty, dan blijf je kijken naar de keeper volgens mij. Hè? Dan wacht je tot hij beweegt. Ja, dat zijn geheimtjes. Hè? Maar... Ja, want hij bewoog niet en dan is hij te laat. Zo kijk ik ernaar. Ja, er zijn verschillende manieren om een penalty te nemen. Misschien neem ik hem de volgende keer weer anders. Nu wacht ik inderdaad een beetje. En je moet hem goed inschieten. En het is ook altijd een beetje natuurlijk een mentaal spelletje van tussen keeper en speler. Dat is knap in zo'n kolkende Goffert op dat moment voor de gelijkmaker. Ja, er staat natuurlijk wel wat druk op. Ik moet zeggen, ik haalde gewoon even diep adem. Ik dacht, het is maar een penalty. Weet je, als je hem op de training neemt, schiet je hem er ook 10 keer in. Dus dat ging letterlijk door mijn hoofd. Dus even goed ademhalen, koel worden in je hoofd en dan binnen schieten. Ja, het ziet je, want je stuurt Kvida gewoon nog mee naar voren met een hoekschop in de blessuretijd bijvoorbeeld. Jawel, ja goed, dat zijn sowieso standaard afspraken dat een aantal jongens met corners meegaan. En daar is Kvida 1 van. Ja, zijn kracht is natuurlijk wel dat hij groot is en power heeft. Dus dat blijft wel overeind. Alleen ja, weet je, in zo'n wedstrijd kan je ook nog in het mes lopen door in je enthousiasme om die wedstrijd nog te winnen tegen een counter aan te lopen. Maar goed, dan willen we wel voor de winst gaan. Uiteindelijk heb je wel een gemengd gevoel overgehouden aan dit punt. Alleen als je dan de tweede helft ziet, heb ik ze ook wel een compliment gegeven. Wat een power dat we hebben gehad in het terugkomen in de wedstrijd. Ja, op de 3-3 werd het inderdaad nog... Inderdaad, ja, werd het een hele open wedstrijd. Zeg je dat het veld heel groot werd, de onderlinge afstanden, zeg maar. En ja, zowel wij wilden natuurlijk de winnende maken als zij nog misschien stiekem in de omschakeling. Dus dat was wel iets wat misschien de verkeerde kant op zou vallen. Maar ik moet zeggen dat in die fase wij alsnog wel het meeste recht hadden op de overwinning. Ja, dat bedoelde ik inderdaad. En je jeugdige team, ja, dat maakt echt wel stappen, hè, met dit soort wedstrijden nu. Jazeker, maar daarin zie je ook wel de wisselvalligheid. Hè? We krijgen natuurlijk wel uit het niks, heb controle in die wedstrijd, krijg je die goals steken. Dus er zit ook een beetje in jeugdigheid en momenten leren herkennen in deze wedstrijden, die voor die gasten natuurlijk allemaal nieuw zijn. Ja, dat moet er wel uit, want uiteindelijk ja, wil je wel wat meer dan elke keer een gelijk spel. Bij wijze van spreken, je kan beter een keer winnen, ja, je kent die clichés wel, dan 2 keer gelijk spelen. Je kan beter 1 keer winnen en 1 keer verliezen. Alleen ja, nogmaals, kijk, de tweede helft blijft wel hangen. Geweldig, volgens mij voor de neutrale toeschouwer helemaal een geweldige wedstrijd.
Ik denk dat hem één ploeg verdiende om te winnen, waren wij. Dan maar volgende week in Breda. Mooi avondje dan. Ja, mooi avondje NAC. Laten we hopen dat we nu aan de goede kant van de score zitten en wat meer solide zijn in het verdedigen als team, laat ik het zo zeggen. Oké, dankjewel hè. Goed gedaan, dankjewel.